Goedemorgen. Het is mijn trouwdag vandaag. En het is ook het begin van week 35 van deze vlog, van mijn vlogserie. Want ik ben op dit moment 35 weken zwanger. En het is vandaag mijn trouwdag. Ik voel me excited. Ik voel me verliefd. Ik ben helemaal op een liefdeswolk. Ik wil zeggen roze wolk, maar vandaag gaat het eventjes niet over de baby. Ook wel een beetje natuurlijk. Maar voornamelijk over de liefde tussen mij en Nicky. En ik heb er zin in. Ja, Nagini, je mag er ook op. Het is 3 februari en dat betekent the day after my wedding. Dus ja, we zijn getrouwd gisteren. Ik weet dus niet of ik dat in deze vlog, of ik daarmee open of dat ik een aparte trouwvideo, maar dat weet ik nog niet. Dus misschien zit je in deze vlog, heb je al gezien, of anders heb je een andere vlog al gezien van ons trouwen. In ieder geval zijn we getrouwd. Ik ben niet meer Mattia Koolhout. Ik heb een andere achternaam. En ik heb nog wel pakketjes ontvangen met mijn oude achternaam. En ik dacht, dat is wel leuk voor de vlog. Dus dat heb ik nu erbij gepakt. En die ga ik eventjes unboxen met jullie. Dus hier zitten 3 pakketjes. 2 van Baby Dump. Oh, houtje. Die is van Baby Dump. En deze is van Baby Dump. En die weet ik niet. Dus we gaan het eens even bekijken wat we hebben. Oké. Dan begin ik met de grote pakket. Ja, ik zal letten. Ik kan het iets beter zien. Ik weet wat erin zit hoor. Dus het is niet zo spannend. In week 37, of zeg ik het fout? Ja, of misschien 36 al, ga ik de box opzetten. En daar moet natuurlijk een matrasje in. Dus ik heb een tasje, dat heet Puk, matras voor in de box. Dus die hebben we binnen. En daar hoort deze bij. Dit is een matrashoes en die is van Jolijn. Daar heb ik ook mijn andere hoes van. Van de, hoe heet dat, aankleedkussen. Dus dat is voor le bébé. Ik heb de Fitted Sheet Playpen Mattress Jersey. Een hoeslaken jersey, een boxmatras. Dus ja, die moet je ook in huis hebben, toch? Nou, en dan is dit pakketje. Dit weet ik niet wat het is. Cambridge Weight Plan. Dit is dus van Media Tornado. En het is one-in-one diet. Ik heb geen idee wat het is. We gaan het nu zien. Het klinkt apart, toch? Ik heb niet echt een diet begonnen. Hierbij stuur ik je de trustproducten op aanvraag van Naomi. Heel veel plezier ermee. Groetjes Dominique. Ah. Dan hebben we, oh, een nieuw keyboard. Zonder numpad. Dit is een klein keyboard. Dat is ook wel eens handig. Een wireless gaming headset. Oeh, wireless, eindelijk. Dat heb ik nodig. En een wireless gaming mouse. De RedX. Leuk. Ik wist niet dat die vanuit Media Tornado kwamen. Maar helemaal goed. Leuk. Het is leuke pakketjes allemaal. Het is inmiddels 5 februari op zaterdag. En dit is de datum die ik vrij moest houden al een flinke poos.
voor Jessica. Dus Ryan en Jessica komen zo naar mij toe. Ik weet dat ik aan moest kondigen dat er om 12 uur een stream is. Dus we gaan streamen. Maar hoe of wat meer weet ik niet. Dus het is een spannende dag. Ik heb vannacht lekker geslapen. En ik weet niet wat er met mijn baby aan de hand is. Zij is volgens mij weer gedraaid. Want ze lag dus hier met de rug. En dit was ook altijd hard. Maar dit is dus nu zacht. En nu is het aan deze kant hard. Dus ik denk dat ze omgedraaid is. Maar ja, ik ben geen verloskundige, dus ik heb geen idee. Nu is het wel weer hier ook hard, dus geen idee. Ik weet wel dat ik gisteravond heb ik echt de hele avond harde buiken gehad. Het zat niet lekker in mijn hum. Ik dacht echt, oh mijn god, ik hoop wel dat dit wegtrekt. Gelukkig trok het weg hoor, nu dus. Ik had ook het idee dat ik een klein beetje koorts had, maar het was niet zo'n verhoging dat het koorts was. Het was niet, ik had gewoon een beetje verhoging. Of gewoon heel warm of zo. Opvlieger of zo. Dus ik heb niet de verloskundige gebeld. Want het is nu ook wel minder. En dinsdag gaan we naar de verloskundige. Maar ja, er is wel wat gaande. En het verklaart dan wel dat ze zou gedraaid zijn. Of zo. Want dan lag ze gisteravond gewoon helemaal niet lekker. En dan is ze nu dus gedraaid in mijn buik. En ik hoop dat ze dus nu minder draait. Maar het is, het wordt met de dag oncomfortabeler hoor, die buik. Dat ga ik je eerlijk zeggen. En ze, ja, het zijn gewoon harde stukken ook. Hier zit nou hard, daar ligt zij gewoon. En hier is het hard, daar ligt ze ook. Maar hier is het zacht aan de zijkant. En hier aan de zijkant is het ook zacht. Ja, dat wil ik even in de vlog delen. Ik hoop dat het een beetje een goede maat voor de knuffel is. Even kijken. Ja, deze zit dit achterkant. Even kijken, zeg ik. Ik zie... Maar mensen ik zeggen kijk. Dat de lui al gedraaid is. Oh ja. ik heb curry. Nee. Pindakaas. Nou, je moet het niet te goed doen, hè? Want dan zegt Nicky, ja, jij kan het met je ogen dicht. Ja, maar je wil ook wel de punten. Ja. Ik heb nu geen billetbalf en zo opgedaan, maar dat is niet leuk, hè? Nee, die kreeg ik. Oké, ik zit een beetje strak hier, ja. Oké. Okay. Nou, dan mag chat bepalen of het punt waard is. Mag jij mag nog. Ah, vet netjes! Ik had expres deze Game in the Baby shirt aangetrokken vandaag. Oké, een Game in the Baby shirt. Nee, voor de mensen, dit is de smaak. Is het te lezen? Oh, het is weer geen. Het is zuur. Het stinkt. Deze is heel vies volgens mij. Oh, dit. Ja, ik weet. Ik ken deze geur, Ryan. Jij kent deze geur ook. Pompoen. Helemaal geproefd. We hebben alleen te roken. Nee, ik heb hem geproefd. Oké. Okay. Maar die geur ken je uit Duitsland als je pompoen hebt uitgehold. Ja, dat klopt. Ik vind het niet. Waarom hebben we dit gedaan? Het ziet er niet uit, maar je moet erop zoemeren. Nee. Is nummer 6. Ik kon het net zien. Nummer 6. Laat het vooral zien op screen. Nummer 6. Sia mag deze over haar kleding heen gaan dragen. Ja, maar dan moet je de spelen ook nog even inhouden. Oh mijn god. Zou ik even ruimte maken? Maar hoe groot is dit? Moet je dit, volwassen. Moet je dit echt aan als je bevallen bent? Nee, het is gewoon voor bejaarden mogen. Het is gewoon voor bejaarden. Oh mijn god. Klit, klit. Wat gaat met die duim? En die speen? Dat vind ik wel lekker. Nou, dan moet je eigenlijk even bukken dat de speen ook in beeld is. Oh, wel lekker. Hoef je geen maagverbandje of zo?
Waarom moet ik gewoon mijn mond open doen? Nee, ik gaf jou de lepel. Oh, lieve lepel. Oh, hier. Ja. Oké. Okay. Oh god, het is volgens mij een grote scam heb je gedaan. Valt me. Dit moet ook geleerd worden. Oh ja, dit ken ik. Ja, dit is wortel. Dit is wortel. Noem maar wel een lepel op, hè. Hoeft niet af. Wie is dit? Ja, oh, Sief, ik denk zo dat dat herkenbaar, maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Oh. Even denken. Ik moet even goed nadenken. Dit is... De tweede is de lijst namen. Dit is peper. Dit is peper. Ja. Dat is 3 punten. Ja. Dat is 3 punten. Ja, ja, ja. Waar hadden we de punten bij? Het is... Oh, echt? Ja, ook. Dat is vet leuk. Ik ben wel benieuwd. Oh, nee. Ik weet het nu. Het is keukenkoelkast. 2 punten voor me. Ja, ik zag het die naam staan. Ik denk, ja, dat is keukenkoelkast. Pak jij hem uit de... Dit. Wie dacht je nou net wat je niet meer wist wie het was? Kijk op het lijstje. Huh? Is dat... Oh mijn god, dat is Lars! Dat is Lars! Ik denk, huh? Nou, die had ik echt never nooit herkend. Maar... Het was Twan! Het is Kippy! Kippy, ze kon je niet raden! Nou, maar die is toch heel erg anders geworden. Die ogen... Nee, maar het zakje. Het lachje is precies hetzelfde. Kijk, hij heeft eerst hele grote ogen en nu heeft hij spleet ogen. Ja, ik ga voor Femmes dan als laat. Anderen kunnen het gewoon niet zijn. Dat klopt. Is het goed? Het is Femmes. Oh, wat een scheetje is Femmes. Oh. Ik zat naar die neus te kijken. Die kan niet ineens van zo'n neus naar zo'n neus gaan. Terwijl, ik vind Femmes niet echt een brede neus hebben, maar op die babyfoto wel. Toch houden dat je eerst twee... Mannen zijn. Ja. Ja, nu ik het zie, dan denk ik, ja, dit is eigenlijk best wel een duidelijke foto. jullie mogen meeraden, hè, jongens. Toch? Nou ja, ze mogen helpen en jij moet het definitieve antwoord geven. Dit is... Ik heb ook wel iets van Puk weg, maar ik had verwacht dat Puk donkerder haar had. We hebben tot nu toe alleen Peper en Raymond gehad, Noah. Ja. Ja, ik denk ook wel Puk, want ze heeft dan die donkere ogen. Ja, dus ik ga voor Puk. Dat is weer 3 punten. Ja? Dat is weer 3 punten. Dit is Nikki. Oh, ik ben blij dat ik die goed heb. Als je dat zei, was ik die niet goed had. Ik wil die reactie wel, die reactie moet geklipt worden. Ik krijg helemaal nooit meer. Moet je even. Ik dacht echt, ik vind dit zo'n schattig kindje. Oh mijn god. Nou, de kleine meid gaat al blijken als het goed is. Oh. Oh, ja, dus zo komt ze eruit te zien. Nou, kijk, ik zei... Die had ik een vak van af. Die foto van Nick. Jessica, als je Nicky's DM versluit, we willen ook jouw foto. Dit is de mooie luiertaart die ik gekregen heb van mijn mod. En ik heb ook deze hond gekregen. En deze panda, en die had ik even dat rompertje aangedaan, die ik ook gekregen had. Kijk. Van mijn mod. Super lief. We leven inmiddels op maandag. Het is 7 februari. Ik zeg nou net, oh ja, echt aanstelleritis. Nee, dat niet. Ik heb een probleempje. Het is vanochtend in mijn rug geschoten. Ik doe altijd de boodschappen bestellen. Heel fijn dat ik niet door de winkel hoef te lopen en zo. Maar ja, ze zetten het echt letterlijk voor mijn deur neer. Niet op mijn aanrecht of zo. Terwijl ze dat vroeger wel deden. Maar ik denk dat dat nu door de coronaregels dus niet gedaan worden. Maar ik snap het niet. Als je ziet dat iemand hoogzwanger is en je weet hoe zwaar die kratjes zijn als bezorger, dan ga je toch gewoon eventjes die hoogzwangere vrouw helpen. Ik snap het niet.
waarom ze dat niet doen. Dus ik heb wel een klacht ingediend. Want het is in mijn rug geschoten. En ik kan echt letterlijk helemaal niks. Alleen zitten en liggen. En als ik sta, dat doet gewoon zoveel zeer. En zelfs als ik een verkeerde beweging maak als ik zit, doet het zeer. Dus fuck de Jumbo eventjes. Sorry Jumbo, is eigen schuld. Moet je maar... En ook de bezorgers. I mean, ze doen hun best en ze zullen wel regels hebben. Maar ja, het is ook een stukje menselijkheid of zo. Want vanochtend kwamen ze letterlijk met 2 zware kratten. Normaal is het niet zo zwaar. Maar vanochtend hadden ze echt 2 zware kratten. En een bierkratje. Dan denk ik, je ziet toch dat ik zwanger ben. Je ziet ook dat ik hoogzwanger ben. Dan kun je toch zeggen van, oh, zal ik het even binnenzetten? Op zijn minst. Al is het over mijn drempel heen. Want als het voor mijn voordeur blijft staan, staat het in de zon, snap je? En Nikki komt vanavond na het werk pas thuis. Dus even frustratie. Maar vooral omdat ik nu dus pijn heb wat niet had gehoeven. En ik doe rustig aan de hele tijd en dan nog schiet het in mijn rug. Dat is echt zo kut. Dus ik heb de bekkenfysio gebeld. Hopelijk kan ze me helpen. Dat het niet iets van langere tijd is. Maar goed, ik heb nu al een kutweek. Nee, dat is niet. Nou ja, het is woensdag is het natuurlijk weer een nieuwe vlog. Want dan zijn we alweer 36 weken zwanger. Dus begint echt aftellen begint echt op het moment. En het beangstigt me een klein beetje inmiddels. Dus ik moet vandaag wel even iets aan mijn zwangerschapscursus doen. Het huis is nog steeds een zooitje na de babyshower op stream van afgelopen zaterdag. Dus ik moet even opruimen. Dus ik moet even door die pijnrug rug heen bijten. En gewoon wat dingetjes in huis doen. Want ik kan niet Nikki alles laten doen. Dus dat ga ik nu doen. Ik denk niet dat ik ga vloggen. Want dan zie je mij de hele tijd vloeken en tieren. Dus alles op zijn standje 20%. En dan gaan we rustig aan het huis opruimen. Helemaal niet leuk trouwens om zo te vloggen met gezeur en zo. Het spijt me dat het een zeurvloggie is. Maar als dat pas in week 35 komt, het echte zeuren, dan vind ik dat het een goede zwangerschap is. Hè, toch? Ja, nou, joejoe. Kijk, dit is de toestand in de keuken op dit moment. Dus dat ga ik dus nu opruimen. We hebben gisteren, nee, van het weekend, of misschien voor het weekend al, ik weet het niet, hier de kleed weggehaald. En een beetje verschoven met het bed, zodat we de co-sleeper ruimte hebben voor de co-sleeper. Dus die ga ik nu in elkaar zetten als het me lukt. Deze is van mijn broer. Flynn en Pelle hebben er allebei in gelegen. En nu is het tijd dat onze kleine meid erin gaat liggen. Af. Het is me gelukt. Het wiegje staat ready om een baby te dragen. Kijk, hij kan ook zo. Nou, als ik hem wel iets omhoog doe. Hier heb ik eigenlijk 2 handen voor nodig. Zo. Dan kan die zo. En dan kan ze aan mijn bed liggen. En dan kan ze zo. Kan ik er vanuit mijn bed. Dus komt hij daarnaast te staan. Dan kan ik ervoor zorgen. Goedemorgen, laatste dagje van deze vlog en vandaag een leuke dag. We beginnen een leuke dag. Sowieso is mijn schoonmoeder jarig, dus dat is al gezellig. Maar we beginnen de dag met een afspraak bij de verloskundige. En vandaag is het echo-dag, ik weet het nu zeker. Want soms ga ik erheen en denk ik, ik hoop dat ik een echo krijg. Maar nu weet ik zeker dat ik een echo krijg. Het is namelijk de groeiecho, nee, de liggingsecho. Dus ja, ik weet volgens mij al dat ze in mijn bekken liggen. Maar nu even voor de zekerheid nog een keer checken of ze al is ingedaald. En Nikki gaat ook mee. Dus die ziet er dan ook nog even. Ik heb natuurlijk wel, ik weet niet of ik dat al benoemd had in de vlog. Ik heb hele dikke enkels. Heel dik hoofd. Dikke lippen. Ik heb alles.
overal zit vocht. Dus dat moet ik wel even benoemen. Nu moeten we even hopen, maar het zal wel goed zijn dat mijn bloeddruk niet te hoog is. Want dan kan het wel kwalijk zijn dat ik zoveel vocht vasthoud. Maar als het goed, allemaal goed is, dan, ja, dan is het gewoon een kwaaltje. Een zwangerschapskwaaltje en dan is dat verder geen probleem. Mijn rugpijn is ook niet weg, maar wel echt zoveel minder geworden. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus ik heb er eigenlijk wel een goed gevoel over dat het weer allemaal gewoon goed is. Dus ik ga me even klaarmaken en dan gaan we richting de verloskundige. Gezellig met z'n tweeën. Ja, drie eigenlijk, hè. We zijn onderweg naar de verloskundige. Misschien moet ik geen colletjes aantrekken, bedenk ik me nu. Want dan heb je helemaal geen nek meer. Een soort schildpad. Ik zag hem ook sowieso al niet, hoor. Nee. Dat is te makkelijk met de camera. Gisteren had Nicky ook een fijn grapje. Ik zeg, moet je mijn enkels zien, joh. Die vocht in mijn enkels. Zegt Nicky, welke enkels? Touché, want je ziet echt mijn enkel. Je ziet niet eens die knobbels in mijn enkels meer. Maar goed. Van mijn man moet ik het hebben.